Goedendag. Op de meeste plaatsen begonnen we de dag vandaag droog, maar niet overal, want in het westen trokken nog enkele buien over. Leverde wel in combinatie met de komst hele mooie plaatjes op, zoals hier in Alblasserdam. Maar vanmiddag hebben we met name met een droog weerbeeld te maken: een mix van wolken en zon en aangename temperaturen van zo'n 23 of 24 graden. En die temperatuur gaat later in het weekend en op maandag zeker een hoofdrol spelen, want dan gaan we richting tropische hitte. Maar voor het zover is, krijgen we eerst nog met de storing te maken, die in de nacht naar vrijdag gaat overtrekken. Daarna bouwt zich een hoge drukgebied op, verplaatst zich richting Centraal-Europa, waardoor bij ons de stroming naar het zuiden draait. Met op zondag en maandag hoge temperaturen richting die tropische 30 graden, lijkt wel maar voor korte duur te zijn, want daarna zien we de stroming kantelen. Naar het westen krijgen we vaker met wisselvallig weer te maken en die temperatuur gaat dan dus ook echt wel weer wat verder omlaag. Vanmiddag hebben we met aangenaam zomerweer te maken. Temperaturen zo tussen 21 en 24 graden met daarbij een matige zuidwestenwind. Er is daarbij dus een mix van wolken en zon. Verder de meeste plaatsen blijft het droog. Misschien later op de dag inwaarts een enkel buitje, maar dat stelt helemaal niet zoveel voor. Vanavond verandert er weinig aan dat weerbeeld. Temperatuur nog lang aangenaam zit tussen 19 en 21 graden. Met daarbij nog steeds die matige zuidwestenwind. In de loop van de avond wordt de bewolking wel wat dikker en dan volgt er in de nacht naar vrijdag dus die storing, waardoor het af en toe kan gaan regenen. Hoge minima ook door die bewolking 17, tussen 17 en 19 graden. En de wind is nog steeds zuidwestelijk, matig boven land en neemt dan al wel toe naar vrijkrachtig aan zee. Nou, zeker vrijdagochtend gaat die wind dus ook echt wel een hoofdrol spelen. Die is matig tot vrij krachtig boven land en mogelijk zelfs even krachtig aan zee. Later in de middag dan wordt het vanuit het westen wel een stuk rustiger. In de ochtend hebben we dus nog met wat regen te maken in de vorm van enkele buien. Maar die trekken uiteindelijk in de middag naar Duitsland weg. En dan hebben we nog te maken met zonnige perioden waarin de temperatuur nog kan oplopen naar zo'n 21 tot 24 graden. Dan even naar de zaterdag. Dat is eigenlijk de eerste dag van die zomerse episode die er zit aan te komen. Dan temperaturen van zo'n 23 graden in het noorden, 24 of 25 graden in het midden en mogelijk 26 of lokaal 27 graden in het zuidoosten van het land met in het zuiden ook de grootste kans op zonnige periode, elders een mix van wolken en zon, maar nog steeds prima zomer weer met daarbij een matige westenwind. Nou, de zondag dan zien we die temperatuur nog wat verder omhoog gaan, naar zo'n 28 graden. Met flink wat ruimte voor de zon. Ook weinig wind uit oostelijke richting. Maandag de heetste dag, gemiddeld zo'n 32 graden. Maar we zien in het zuiden dat het nog wel enkele graden warmer wordt. Met nog steeds heel veel ruimte voor de zon. Vanaf dinsdag gaat de stromen weer kantelen richting het zuidwesten tot westen en zien we die temperatuur langzaamaan wat omlaag gaan. Nog steeds wel aangenaam, naar zo'n 23 graden op de woensdag. Vooral dinsdag neemt de kans op enkele onweersbuien dan wel weer toe. Dus die hittepiek die is wel maar van korte duur. Tot de volgende keer!